Den Haag zo meteen. Deze mag ik wel even meenemen, hè? Het is nogal gedoe even. Dat is Harry. Harry heeft een cameraatje op zijn hoofd. Spulletjes aan het klaarmaken, want hij gaat een boom inklimmen. Want ergens is hier een boom met een horst, een havikshorst. Ik heb bij elkaar denk ik zo'n 500 nesten geklommen en ik ben één keer in mijn rug gegrepen. Die ging eerst met mijn petten vandoor en later kwam ze nog een keer terug, want ik klom door. En dan denk ze, ja, als hij nou toch doorklimt, dan pak ik hem echt. Ja. En die greep me echt zo met mijn rug en denk, ah, pagaatjes in mijn trui. Want toen kwam ik thuis en toen had ik dus, toen zegt mijn vrouw, wat ben jij nou geweest? Ja. Echt hele kras op mijn rug. Ja. Ja, dat moest je wel uitleggen. Uit dat een havik. Ah, je hebt gewoon later gaatjes in je trui gemaakt. Ja. Jij weet het, Bas. Het is toch grappig in de natuur. Ik bedoel, je weet niet eens wat er gebeurt daarboven. Of er wat zit. Maar het idee dat het zou kunnen, dat maakt het al spannend. Ik ben mijn schuifmaat vergeten, dat zou je altijd. Pardon? Wat moet je hebben? Mijn schuifmaat. Dat is om de eieren op te meten. Oké. Okay. Ja, we willen weten wat erin zit. We willen weten of er eieren zijn, überhaupt. Ja. Of, of er al eentje uitgekomen is. Ja. En dat noteren we dan. Maar waarom wil je het weten? Nou, dan kunnen we zien aan het eind hoeveel eruit vliegen. Dan klimmen we weer en dan gaan we ze ringen. Dat is, daar is die nu absoluut klein. Waarom is dat belangrijk dan? Dan worden ze teruggemeld als ze dus ergens doodgevonden worden of als ze ergens tegenop gevonden worden. En waarom is dat dan weer belangrijk? Om te weten hoe het gaat met de populatie en waar ze naartoe gaan. En waarom is dat dan belangrijk om te weten? Omdat we niet willen dat ze verdwijnen. Ja, zo simpel. Drie mooie eieren. Mooi zo. Ach, drie mooie eieren. Ja, vlakbij Soest heb je het beroemde kasteel Groeneveld in Baren liggen. Daar is echt werkelijk van alles te doen. In het kasteel kun je kijken, maar daarbuiten kun je lekker luieren, een beetje rusten. En er zijn ook nog speurtochten. Leuk voor de kleintjes een paar. Kabouterpad, je kunt een speurtocht doen bij het kasteel. En er is een GPS-wandeling. Coördinaten uitzetten door de sloot en weer terugkomen met een nat pak. Soest is trouwens ook al een walhalla voor mountainbikers. Je kunt de verschillende toertochten fietsen en startpunt is recreatieterrein De Bergjes. Dierenliefhebbers kunnen hard ophalen in de paardenkamp in Soest, een bejaardenhuis voor paarden en ponies. Hier kunnen de dieren van hun welverdiende pensioen genieten. En dat is één voordeel, die beesten lopen niet hard weg. Dat is al een keer. Als je dan groot fan bent bijvoorbeeld van de Beatles, dan kun je op zaterdag 29 mei naar het Openluchttheater van Soest, Cabrio. Wordt optreden gegeven door de Beatles Revival Band. Kaartje kost €15. Ik zou daarheen gaan. De openlucht. Long, long me do. Wil je de buurt verkennen? Ga dan de bossen in van Soest met huifkar, paardentram of koets. Ja, dit is toch hartstikke leuk. Midden van het land, Soest. Je hoort tjiftjaf. Je kunt wandelen door de Soesterduinen. Kilometers, alleen of met je familie, wat je maar wil. En je kunt hier gewoon genieten. Midden van het land, dat vind ik altijd het leukste. Nederland, we denken allemaal dat het zo heel vol is en druk is. Maar je hebt plekjes, zelfs in Soest, waar je helemaal alleen kunt zijn. Je kunt genieten. Misschien vinden we in Lopen Over Water volgende week op de Weesupse Heide ook wel zo'n plekje. Weesupse Heide. Ook leuk. Ook leuk. Lopen Over Water werd mogelijk gemaakt door Vitens. Tot volgende week!